In de wereldwijde meditatieve beweging nemen iconen een hele eigen plek in. Iconen zijn verbonden met de theologie en de spiritualiteit van de Oosters-Orthodoxe Kerk. Ik weet niet of jij al veel weet van iconen, of je er vaak naar gekeken hebt. Er zijn natuurlijk heel veel boeken over en ik wil je ook aanbevelen om die eens door te bladeren. Als er nou iets is in je wat daar weerstand tegen heeft, die zegt van nou dat is helemaal niets voor mij, laat het dan rusten. Want ik vind het helemaal niet per se nodig dat iedereen leert te mediteren bij iconen. Dus als je zegt van nou, dat is niet mijn wereld, het blijft me tegenstaan, ik kom er niet bij, laat het voor wat het is. Maar ik weet ook, er zijn veel mensen, zoals met mij ook gegaan, die gaan zich verdiepen in iconen en vroeg of laat wordt er iets in je geboren. En dan zeg je van hé, er zit toch iets in en het is net of je opnieuw op een andere manier gaat kijken. Als dat zo is, dan komt er mogelijk een icoon op jouw weg. Want zo noemen we dat in die wereld van iconen. Niet jij kiest een icoon uit. Niet jij bent degene die tot de icoon nadert. Die icoon nadert tot jou. Die icoon kiest jou uit. Nou, als je daarvoor open bent, dan zou het kunnen zijn dat over een maand, over een jaar, ik weet niet, dat er opeens een icoon op je weg komt die je ergens ziet hangen of ergens in een boek ziet waarvan je denkt, hé, die spreekt tot mij. Nou, dat zou dan wel eens de icoon kunnen zijn die een belangrijke plek in je leven gaat krijgen. Kijk, iconen, het komt van het woordje icon en dat betekent beeld. Maar zoals het Nieuwe Testament zegt, dat Christus de ware, het beeld van God is. Hè? Christus is de icoon van God. Zo verwijst elke icoon uiteindelijk naar Christus. Elke icoon verwijst naar een prototype van de icoon. Hier is dus een prototype van, hè, wat de Oosterse Kerk heeft vastgesteld, van dit is een ware icoon, een prototype. Maar elk prototype verwijst uiteindelijk weer naar Christus, die de icoon bij uitstek is. Dus als ik me plaats voor deze icoon, of liever gezegd als ik me gelokt weet, want het is de icoon die mij roept, dan weet ik dat het via deze icoon, dat het Christus is die mij eerder heeft geroepen voordat ik daarop in kon gaan. Bij mediteren van iconen is de eerste oppervlaktelaag natuurlijk dat je gaat kijken wat je dan ziet. En dat je gaat de kleuren gaat proeven en dat je gaat dat tot je laat komen wat dat met je doet. Maar dat is een oppervlaktelaag. Bij mediteren met iconen gaat het om het schouwen, dat er iets in je open gaat. Dus dat je dieper kijkt dan de objectieve werkelijkheid. Dus het is geen subject-object relatie, maar dat het object vervalt, maar dat dat iets is van God wat nader tot jou komt. Iconen zijn vensters op het hemelse. Dus er zit iets, als je dieper kijkt en je verbindt je ermee en je stelt je ervoor open, kan er een ervaring komen waarin je merkt dat jij bent opgenomen daarin. Je moet ook verder kijken dan alleen de kunstzinnige uiting. Er zijn ook iconenateliers die heel prachtig zijn, waarin het vooral over het kunstzinnige gaat. Maar op de weg van de meditatie gaat het over de spiritualiteit die daaronder zit, die daarachter zit. Daarvoor moet je leren schouwen, dieper kijken dan het object. Als je denkt van, hé, hier word ik geprikkeld, dan wens ik je veel zegen op de weg van mediteren met iconen.